kan je gewoon make-up dragen in de eerste en zo ja, hoeveel? Welke tas is het best om te kopen? Dan beginnen we gelijk met iets van de spoiler. Hoi allemaal, ik ben Rosalie en vandaag heb ik weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een school Q&A voor jullie. En dit houdt natuurlijk in dat ik dus jullie vragen ga beantwoorden over school. En het is nog niet de tijd voor school. Het is nog steeds zomervakantie gelukkig. Maar ik wil jullie wel een beetje op weg helpen met bijvoorbeeld dat je weer de eerste schooldag hebt. Of dat je naar de eerste gaat. En misschien kan ik dan wel een paar vragen van jou beantwoorden. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal in deze video ga beantwoorden? Kijk dan zeker weten even verder. En doe zeker weten dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onderin. En als je op dat belletje klikt, mis je geen enkele video meer van mij. Dus zeker weten doen als je niks wil missen. Maar dan gaan we gewoon nu snel beginnen met de vragen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal willen weten. En ja, laten we gewoon snel beginnen. Let's go! Oké, ik ga mijn mobiel erbij pakken en dan ga ik jullie vragen beantwoorden. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel vragen er binnen zijn gekomen. Ik heb het allemaal gesteld via Instagram Story. Dus heb je mij nog niet gevolgd op Instagram, dan zal hier nog even hier in beeld staan hoe ik op Instagram heet. Ik ben best wel actief en ik plaats regelmatig wel iets in mijn story over welke video's jullie willen zien of iets wat ik in het dagelijks leven doe. Of dit, een Q&A. Dus als je dat nog niet hebt gevolgd, volg dan eventjes. Dan mis je dus die dingen nooit. Oké, de eerste vraag is, naar welke klas ga je? En dit is een van de meest gestelde vragen. Ik ga naar de vierde toe, naar 4HAVO om precies te zijn. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik naar de eerste ging. En naar de tweede. En natuurlijk naar de derde. Maar het gaat zo snel. Toen ik in de tweede zat, toen dacht ik, oh, ik moet nog 3 jaar. Maar nu heb ik nog maar 1 jaartje te gaan. Dus dit jaar afmaken en dan dat laatste jaar heb ik mijn examen. Dus daar zit ik wel tegenop. Maar gelukkig zit ik nu nog in de vierde en heb ik een profiel gekozen. Dus ja, ik ben wel heel erg blij dat ik nu in de vierde zit. Heb je veel zware boeken? Ik heb geen zware boeken. Het klinkt echt als een luxe. Maar wij hebben iPads op school en ik weet niet zo goed wat ze in 4HAVO gaan doen. Ik heb wel gehoord dat we iets van boeken krijgen, dus ik voel je nu al. Maar in ieder geval heb ik nu nog geen zware boeken. Ik ben wel geswitcht van een iPad naar een computer, dus dat is wel wat zwaarder. En ik geloof dat er boeken bij komen, maar dat horen jullie dan wel als ik een keertje ga vloggen daar. Of als ik natuurlijk een keer een video vertel. Maar tot nu toe weet ik niks van boeken. Maar echt, sorry voor iedereen die wel boeken heeft. Ik vind het een soort van mishandeling. Maar ik weet niet of het fijner is, boek of iPad. Maar ik heb nog nooit echt problemen gehad met iPad. Maar ik vind het echt heel zielig voor alle mensen die boeken nodig hebben. Al je tassen zitten zo vol. Waar gebruik jij je kluisje voor? Ik gebruik mijn kluisje voor, voor alles. Ik gebruik gewoon mijn kluisje alleen maar voor mijn jas. En soms mijn gymtas. En soms misschien een flesje water. Maar ik gebruik mijn kluisjes niet voor boeken, want we hebben geen boeken. Maar ik denk dat we volgend jaar wel boeken nodig hebben. Dus dan gebruik ik ze denk ik ook wel voor boeken. Als ik ze eventueel die les al heb gehad, dan kan ik die erin stoppen. Voor wat minder, dat het minder zwaar is. Welk jaar vond je het tot nu toe het lastigste, drukste? Ik vond het derde dus het moeilijkste, want natuurkunde werd gewoon veel lastiger. En ik kreeg ook veel meer vakken erbij. Zoals scheikunde, waar ik heel slecht in ben. En gewoon veel meer vakken worden weer exacter. En worden echt meer in groepen verdeeld. Dus een beetje meer de gezondheidskant en meer de economische kant. En dat merkte ik heel erg ook gewoon in hoe moeilijk het er vond. Ik vond de gezondheidskant, de natuurkundige kant wat moeilijker. En dat merkte ik ook wel echt extreem in leren en zo. Dus ik vond de derde het moeilijkste. Ook omdat ik gewoon veel te veel vakken had, vond ik. Maar ook gewoon, ja, het was gewoon pittig. Oké, dan de volgende vraag. En dit is even handig voor denk ik de Belgische kijkers, als ik deze vraag goed begrijp. Wanneer starten de lessen in Nederland en wanneer eindigen ze? Als ik het goed begrijp, als het over tijden gaat, wij beginnen over 10 voor half 9 beginnen wij met school. Dus dan starten onze lessen. En dan hebben we 50 minuten les. En dan kan het zijn dat we ook nog een blokuur hebben. Dat is dus 2 keer 50 minuten. Maar dat is meestal niet zo. Dan beginnen we dus met na die 50 minuten gaan we lopen naar een ander lokaal. En dan begint weer onze volgende les. En dat is dan ook weer 50 minuten. En dan hebben we nog 2 pauzes ertussen zitten van 20 minuutjes ongeveer. Dit kan wel bij elke school anders zijn. Ik heb heel veel gehoord dat mensen op andere tijden starten en ook veel later eindigen. Maar mijn lessen zijn altijd 50 minuten. En ik begin dus 10 voor half 9. En ja,
zo gaat het een beetje. En zo starten ze dus. Maar dat is bij elke school anders. Welke tas is het best om te kopen? Dan beginnen we gelijk met iets van een spoiler. Ik ga namelijk nog een video maken over wat je nou beter kan kopen. Kan je nou beter een handtas kopen of een rugzak? Dus ben je nou benieuwd wat je nou beter kan kopen of wat ik nou fijner vind? Dan komt er een video van, dus wacht daar zeker weten even op. Maar ik denk dat het ongeveer nog een week of twee weken duurt voordat die online staat. Maar ik hoop jullie daar dan bij te helpen. Kan je gewoon make-up dragen in de eerste en zo ja, hoeveel? Ik heb het wel gedaan. Ik had gewoon iets van, dacht ik, nee toen had ik nog geen concealer. Ik had iets gewoon mascara, dacht ik. Ja, en denk toen iets van blush. Toen was dat nog helemaal in. Maar nee, ik denk dat ik alleen mascara op had. Ja, alleen mascara. En toen, ja dat kon gewoon. Iedereen had gewoon iets van mascara op. Ik geloof ook een enkeling iets van concealer. Maar niet heel erg uitgebreid of zo. In de tweede was dat wel echt meer. Dus ik zou gewoon, als ik jou was, sowieso gewoon je basis make-upje doen. Maar niet iets van een uitbundige felle kleur of zo. Van qua lipstick of oogschaduw op doen. Maar dat is natuurlijk allemaal aan jou wat jij fijn vindt. Wat jij prettig vindt. Maar ik had gewoon zelf iets basics gedaan. Om gewoon een beetje natuurlijk te ogen, zeg maar. Welk profiel heb je gekozen? Ik heb 1M gekozen. Dat staat voor Economie en Maatschappij. En er waren nog 4 andere profielen. Natuur en Gezondheid. Natuur en Techniek. En CNM, dus Cultuur en Maatschappij. En CNM noem ik een beetje het pretpakket. Daar hoef je ook eventueel ook geen wiskunde voor te hebben. Maar dat is eigenlijk geen natuurkunde, geen scheikunde. Maar ook geen economie. Het is eigenlijk gewoon een wat meer ja, basispakket. Dan heb je natuur en natuur en techniek. Dat is wat moeilijker dan natuur en gezondheid. Dat is allemaal meer de natuurkundige kant. Dat vond ik te moeilijk, dus dat heb ik niet gedaan. Maar nu heb ik dus economie en maatschappij gekozen. Met de extra vakken Duits en maatschappijwetenschappen. Ik weet niet zo goed wat ik met maatschappijwetenschappen wat ik dan kan verwachten. Maar ik vond het op zich een interessant vak, denk ik. En Duits, omdat ik het moeilijker vond om Frans te doen. Heb je tips voor de brugklas? Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel meer ervan weet. Van de brugklas, van de eerste. Natuurlijk, de leukste dingen onthoud ik wel. En de voorbereiding onthoud ik. Maar niet echt hoe ik alles heb ervaren. Maar ik heb sowieso wel iets van... Ik kwam in een klas waar ik eigenlijk maar 1 persoon kende. En ik heb gewoon bij die kennismakingsdag... Ga je gewoon op mensen afstappen... Maak eens een praatje en ik hoop dat jouw mentor ook iets van een spel gaat doen van dat je iedereen gaat leren kennen. En wat ik had gedaan is dat ik gelijk begon met, hey, zal ik de groepsapp maken? Zo ja, heb je toch wel weer een soort van dat je connectie, zeg maar. Want je krijgt gewoon iedereen's nummer en dan zet je dat erin. En toch heb je dan een soort van gelijk al een beetje een soort van kennismaking gehad, vond ik. Dus ik vond het zelf heel prettig om dat zelf te doen, dus... De groepsapp. En voor de rest, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Gewoon lol maken, gewoon lekker jezelf zijn. En tips, nog meer tips. Niet te veel druk maken. En probeer met iemand mee te fietsen of zo. Want in je eentje fietsen naar school is echt niet leuk. Dus probeer iemand te zoeken die ook naar dezelfde school gaat. Dan de volgende vraag. Die krijg ik ook wel vaak. Wat is nou precies jouw schriftensysteem? Hoe doe je dat nou precies? Die ga ik gewoon gelijk even aan jullie beantwoorden. Oké, ik heb hem gelijk op hier naast me liggen. Dit is mijn schriftensysteem. En ik heb dit van een vriendin Joelle gepikt, dit idee. Maar ja, dit is echt een geniaal idee. Wat het is, dus het is gewoon een folder. Een show map heet het ook, geloof ik. Of een show album. Het ziet er zo uit, het is transparant. En er zitten dus allemaal van die foldertjes in. Of hoe je dat kan noemen, instekroesjes. Ik zal jullie eventjes op bureau laten filmen. Dan zal ik even laten zien wat ik precies allemaal doe om dit zo te krijgen. En hoe het allemaal in elkaar steekt met extra vragen over dus dit. Dit is eigenlijk gewoon mijn schrift. Je moet het eigenlijk zien dat ik gewoon geen losse schriftjes meer heb. Maar alles in 1 mapje stop. Oké, ik ga nu laten zien hoe ik dus eigenlijk mijn vakken uit elkaar haal. En dat is namelijk door van deze stickertjes op de rand te plakken. En die stickertjes heb ik gewoon bij de HEMA gekocht. Ik geloof dat je ze niet heel goed ziet. Maar ik zal even het pak erbij pakken hoe dat pakje eruit ziet. Oké, dit is dus het pak waar het uitkomt. Dat heet gewoon stickers. En hier zitten dus allemaal letters in. Ook in oranje. Ja, die je dus kan opplakken op de hoekjes van de map. En zo kan je dus zien, dit is bijvoorbeeld geschiedenis, afgekort als GS.
Dat zijn allemaal afkortingen van die namen. Economie, wiskunde, Duits, Nederlands, Engels, maatschappijwetenschappen en overig. Overig is eigenlijk alle blaadjes die ik extra heb. Stel je voor, er gaat iets op. Dan kan ik die aan de achterkant bijpakken. En zo hoef ik dus niet op een klein stukje nog te schrijven, omdat ik geen extra blaadjes bij heb. Je ziet hier een nietje in zitten en dat is met een reden. Want ik heb hier namelijk 1, 2, 3, 4 blaadjes aan elkaar geniet. En dit moet je zien als eigenlijk gewoon mijn schrift. Dus je schrift is eigenlijk gewoon... Dan heb je meestal heel veel blaadjes in één. En dan heb je ook heel veel schriften. Want ja, je hebt zoveel vakken. Maar dit is dus gewoon mijn schrift. 4 blaadjes. Maar stel je voor, hij gaat dus leeg. Dus hij is vol. Dan pak ik gewoon weer een papiertje van dus de overige kant. En dan kan ik daar verder op schrijven. En de blaadjes die ik dan heb gebruikt, dus helemaal geschreven. Die bewaar ik in een map. Dus bijvoorbeeld iets van een ringbandmap. Maakt niet uit. Ik bewaar het in ieder geval wel op volgorde. Dat ik zeker weet dat ik zeg voor ik heb een toets nog. En ik heb weer nieuwe blaadjes ververst. Dan heb ik nog wel de opdrachten die ik op het andere blaadje heb geschreven ook nog. Dus die heb ik dan in een map zitten. En zo heb ik dus nu mijn schriftensysteem. Zo gaat dat dus. En ik ben er de hele jaar ben ik er heel erg blij mee geweest. Dus nu ook weer. En het is gewoon heel veel dunner. En veel lichter, omdat je zelf bepaalt hoeveel blaadjes je nou precies meeneemt per vak. En het ziet er ook gewoon wat meer gestructureerd uit. Dat waren dan alle vragen. Ik hoop dat ik iedereen zo goed mogelijk heb kunnen beantwoorden. En laat maar even weten, als je nog een vraag hebt over school, dan kan het altijd hier in de comments worden gesteld. En dan kan ik er misschien op antwoorden, als ik een beetje een antwoord erop weet in ieder geval. Dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer een fijne nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!